Kevin Jansen. Ik kreeg van de week nog te horen dat ik je zo hard had aangepakt naar Vitesse uit. Ik denk dat ik nu alleen maar complimenten voor je over kan hebben. Want je was het toonbeeld van inzet en hebt toch een hele goede wedstrijd gespeeld vandaag tegen Heerenveen. Ja, dankjewel. Ja, nou ja, dat viel wel mee toch, die tegen Vitesse. Maar ja, het was een zware wedstrijd moet ik zeggen. Zwaar veld. Goede tegenstander, weten wat ze moeten doen in balbezit. En ja, dan moet je hard werken en dat hebben we met z'n allen goed gedaan. Henk Vrezer hoopte de Kevin Jansen weer te zien van het begin van het seizoen. Die hebben we gezien vandaag. Tegen Feyenoord, tegen Twente. Speelde heel goed, vandaag ook. Ja, ik vond zelf ook dat het best goed ging. En ja, ik moet zeggen, niet alleen ik. We hebben met z'n allen goed geknokt. We hebben relatief weinig weggegeven. Zelf een hele goede kans gekregen. Die, als hij erin gaat, dan weer hier gewoon. En ja, dat is jammer. Maar ja, het was een aardige wedstrijd. Logische vraag is misschien, waar halen jullie dat nu opeens vandaan? Waarin jullie de laatste wedstrijden zo vaak slap aan de wedstrijd begonnen, stonden jullie er nu gewoon vanaf de eerste minuut? Ja, ik weet het niet. We proberen elke wedstrijd te winnen, daar niet van. Maar ja, soms heb je gewoon dagen dat het helemaal niet lukt. Bijvoorbeeld Zwolle, ja. Zo'n wedstrijd is een hele goede tegenstander, dan lukt het gewoon niet. En dan gaat het ook die wedstrijd niet meer goed komen. En vandaag, ja, het liep vanaf de eerste minuut best aardig en we stonden goed. Wat ik zeg, we gaven weinig weg en ja, daar kan zo'n wedstrijd tussen zitten. Je hebt heel veel meters gemaakt, heel veel ballen veroverd, een paar goede passes gegeven ook. Was het niet zo heel gek, denk ik, hè, dat je kort voor tijd last van kramp kreeg? Ja, nou, ik heb wel vaker kramp gehad, maar nu, ik had niet echt kramp, maar het begon erin te schieten. En, je dacht, ik ga even liggen, een beetje tijd trekken. Precies, dat hoort er ook bij. En, maar ik hield het nog een paar minuten vol. Eigenlijk is het jouw schuld dat er 6 minuten bij kwam, of vond je het ook een beetje veel? Ja, ik vond het ook veel, maar als je gaat nadenken, keeper lag ook op de grond natuurlijk. Het duurde ook een minuut of twee en dan moet je dat bijtellen. 6 wissels, geloof ik. Dus ja, achteraf. Jullie hebben Heerenveen van het scoren afgehouden, dat is knap. Het was misschien niet verdiend geweest, maar die ene kans, je had het er al eventjes over. Mike van Duinen, ik had niet erg gewonnen om hier ook onverdiend 3 punten te pakken. Nee, ja, ik vind het nooit erg om onverdiend te winnen. Dus ja, als die erin had gegaan, hadden we nu de Polonaise gelopen, denk ik. Maar ja, het is jammer. 0-0 is ook... niet slecht, denk ik, hier in Heerenveen. Maar ja, als die bal erin gaat, dan is het een gestolen overwinning, denk ik. Maar ja, dat had niemand erg gevonden in Den Haag. Ben jij een beetje de verpersoonlijking van ADO dit seizoen goed beginnen? Daarna een wat moeilijkere periode, maar nu misschien toch wel weer terugkomen? Ja, misschien wel. Misschien kan je het zo wel zien. Zeker onze wedstrijden kan je zo zien, denk ik. Goed begonnen en daarna een aardig dippen. En ja, ik hoop dat we nu de weg naar boven kunnen inzetten. Misschien is het wel jammer dat nu net de winterstop begint, want op basis van deze wedstrijd mag je meer verwachten. Ja, zeker. Maar ik moet zeggen dat iedereen best wel toe is aan de winterstop. Dus ik denk dat het ook wel lekker is om even een paar dagen vrij te zijn met familie en alles. En dan gaan we er daarna weer voor tegenaan. Mooi gebaande afloop. Op instructie van trainer Henk Vrezer moest hij allemaal je shirt geven aan de uitfans, hè? Ja, alleen toen zag ik dat de helft niet aankwam. Dus... Dus ik dacht, ik probeer het op een andere manier, maar ja. Ik heb mijn meegenomen hoor, dus ze kunnen nog bellen of iets, weet ik. Ja, Van Duinen is over een hek geklommen om zelfs ja, nog te overhalen. Ja, precies, maar dat zag ik toen terugliep. Dus ik brak bijna zijn enkel geloof ik. Kijk, daar loopt hij. Hij loopt mank.